Ik ben Elze van der Sloot. Ik vang de ziel van mens en dier. Ik schilder al echt professioneel eigenlijk sinds 1995. Toen heb ik gewoon de knoop doorgehakt. Voor die tijd was ik ook wel natuurlijk aan tekenen schilderen. Maar toen besloot ik om voor mezelf verder te gaan. En ik ben in deze prachtige ruimte hier ben ik terechtgekomen. Dit wordt mijn vierde seizoen wat ik hier nu ga draaien. Ja, dus, Schilder je hier altijd alleen? Als ik zelf schilder wel, ja. Ik heb heel in het begin nog wel samen met een vriendin hier geschilderd. Maar dan spraken we dat ook echt af. Had zij de ene helft van het atelier en ik de andere helft van het atelier. En ja, door omstandigheden is dat gestopt eigenlijk. Maar dat vind ik ook niet erg, want ik vind eigenlijk het lekkerste om helemaal in mijn eigen sfeer te werken. Mijn eigen muziek, mijn wierookje en alles. En dan... Dat is alleen maar als ik dus hier alleen ben, want ja, ik geef hier ook les. Dus, en dan is er een hele andere situatie. Dan is de ruimte voor de leerlingen. Hou jij vast aan één stijl die je door de jaren heen zelf hebt ontwikkeld of ga je meer de breedte in? Ik ben altijd in de breedte bezig geweest. Dat komt waarschijnlijk ook omdat ik in de breedte les geef. Want ik geef eigenlijk in bijna alle technieken geef ik ook les. Dat vinden mijn cursisten ook heel fijn. Maar ik heb wel de afgelopen paar jaar gemerkt dat mij dat een beetje... afhoudt van mijn eigen stijl echt te ontwikkelen. En daar ben ik dus de laatste paar jaar me wat nadrukkelijker mee aan het bezighouden. Ja, Okay. En als je dat onder woorden kan brengen, waar gaat die eigen stijl dan naartoe? Die eigen stijl die wordt wat losser, wat expressionistischer, wat, wat vrijer. De intensiteit is gebleven. Ik hou toch van actie en dynamiek en spanning. En dat hoeft niet altijd naar buiten toe gericht te zijn, zoals bijvoorbeeld met paarden. Een galopperend paard ziet er heel anders uit als een meisje wat op een bankje heel verstild zit te kijken. Maar ik wil met die energie wil ik heel erg graag bezig zijn. Dus die schilder ik eigenlijk. Ja. En hoe laat je de energie dan spreken in de vormen? Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. Je bent gewoon bezig en... Het zit goed of het zit niet goed. Dat is zo'n gevoelskwestie. Sommige dingen laten zich niet in woorden vangen. En dit is zoiets... een heel naar binnen gekeerd iemand... heeft een totaal andere energie. Een totaal andere trilling, zo noem ik dat dan maar. Als iemand die heel erg naar buiten toe gericht is. Ik ben zelf een vrij extravert iemand. Maar ik heb een dochter die is juist weer heel erg naar binnen gekeerd. Dus dan wordt het een totaal andere sfeer. En ja, die energie, dat is eigenlijk niet uit te leggen. Dat gaat al schilderende, al tekenen. Ik werk regelmatig in opdracht, ja, portretten voornamelijk. Ik probeer die portretopdrachten heel geleidelijk aan een beetje in de richting te sturen die ik zelf leuk vind. Want het precies natekenen, dat heb ik nooit een echte aanvulling van mijn vak gevonden. Ik heb altijd iets van, ja, neem dan een goede foto. En ja, met die bewerkingsprogramma's tegenwoordig kun je er allerlei leuke dingen mee doen. Maar
ik probeerde er steeds meer van mezelf in te stoppen. En geleidelijk aan verandert het publiek ook wat mijn opdracht geeft. Dus dat is wel fijn. Dus het komt eigenlijk zo vanzelf naar me toe. Mm-hmm. Dat is wel mooi. En die verandering van het publiek, dat is ook een verandering die jou meer vrijheid geeft om in te vullen wat je wil. Ja, want dan krijg ik wat meer carte blanche, zoals je dat kunt noemen. Mm-hmm. Ik krijg wat meer vrijheid om mijn eigen inzichten erin te verwerken. En dat is het leukste eigenlijk. En daar wil ik naartoe. Dat is mijn doel, mijn streven. Okay. Dat ik uiteindelijk opdrachtgevers heb die mij gewoon vrij laten in hoe ik het aanpak. Ja, want je hebt nu wel de tijd en de vrijheid om en ook de middelen om fulltime te schilderen. Nou, de middelen, oké, dat zou nog wel beter kunnen. Maar daar hebben veel kunstenaars last van. Maar, en de tijd, ja, ik moet alles zelf doen. Ik ben ook een ZZP'er, dus ik zit ook aan mijn administratie en aan mijn website en al van dat soort dingen. Dat komt er helaas ook allemaal bij. Mm-hmm. En ik zeg helaas, want ik zou het liefste dus inderdaad meer tijd vrij kunnen maken nog voor mijn eigen werk. Yeah. En daar ben ik wel naartoe aan het werken, maar ja, dat ontwikkelt zich. Kun je niet van de ene dag op de andere kun je dat omschakelen. Je zit hier in een mooie omgeving, hè? Een oud klooster. Doet die omgeving ook wat met jou? Ja, zeker. Ja. Hiervoor zat ik in een prachtig omgebouwde varkensstal in Beugen. En daar werkte ik anders als hier. Dat is gewoon zo. De sfeer van het gebouw draagt hier duidelijk bij. Alleen als ik schilder, dan sluit ik me wel af van de buitenkant. Maar ja, deze ruimte op zich al is... heeft iets sacraals, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Ik draai er ook hele andere muziek als in het vorige atelier. Daar hak ik veel rock en pop en weet ik wat. En hier neig ik steeds meer naar klassiek en een beetje etherische muziek. Dus het heeft wel degelijk invloed, ja. En komt dat dan ook terug in het beeld wat je maakt? Nou, ik bepaal wel de sfeer. Afhankelijk van het onderwerp bepaal ik mijn muziek eigenlijk. Mijn muziekkeuze wordt bepaald door wat voor onderwerp ik aan het schilderen ben. Als ik dus bijvoorbeeld, ik ben nu een aantal veulens aan het doen. En dan heb ik een beetje vlotte, springerige, vrolijke muziek aan. Want dat ondersteunt mij in de sfeer. Terwijl als ik een overleden iemand moet tekenen of schilderen, dan probeer ik me daar helemaal op af te stemmen. En dan, ja, als dat een oude persoon is, dan ga ik daar niet Adele mee opzetten of zo. Nee. Dan wordt het allemaal wat statiger en wat rustiger. Wat bij die persoon past eigenlijk, ja. Dan zet ik iets op wat bij die persoon past, want dat helpt mij in de sfeer met het schilderen of het tekenen van die persoon, ja. Ja, je hebt hier heel veel verschillende dingen hangen, hè? Portretten, figuren. Maar toch komen achter die figuren altijd lijnen terug. Wat betekenen die? Die lijnen zijn beweging. Die lijnen zijn de kosmos om ons heen, de energie. De ene keer wat meer als de andere keer. Dat ligt ook per onderwerp. Het is afhankelijk van het onderwerp wat ik schilder. En het is ook... Het geeft ook aan hoe diffuus soms een energie naar je toe kan komen, of een persoon, of een voorwerp, of iets. Mm-hmm. Ja, dat is wel een kenmerk van mijn werk. Vind ik wel leuk dat je dat er zo uithaalt. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dat is te zien namelijk. Ja, als je hebt iets met paarden, dat is hier wel te zien in het atelier, hè? Maar waar komt die fascinatie vandaan? Ik was 2 jaar toen ik mijn eerste paard tekende. Ik was helemaal geobsedeerd door de dieren. Door sowieso dieren in het algemeen. Dat vond ik prachtig. Want ik ben ook dol op wolven, tijgers, zebra's, noem maar op. Maar het paard op zich, ja, daar wilde ik altijd iets mee. En het is een prachtig dier. Het is een heel sensibel dier. Het is heel... eigenlijk is een dierensoort die de mens het meeste van zichzelf laat zien. Daarom heb je ook steeds meer van die paardenfluisteraars enzovoort. Mensen met gedragsproblemen of psychische stoornissen
kunnen heel goed geholpen worden door met een paard in therapie te gaan. Ik heb daar al verschillende, bijna chockerende voorbeelden van gezien. Echt, dat je denkt van, het is een jaar of 20 geleden, is bijvoorbeeld de dolfijnentherapie is erg een trend geweest. Hè? Van door de dolfijnen aanraken en het zijn met de dolfijnen enzovoort, raakten heel veel mensen dat ze rustiger werden en ze beter konden relativeren. Maar dat kan met paarden dus ook. En dat heeft te maken omdat een paard een heel, heel gevoelig dier is, wat ook heel gevoelig is naar de mens toe. Dat is een eeuwenoude band. Ja, dat vind ik een heel mooi iets. Dat vind ik, en er komt ook een heel mooi. Daar krijg ik automatisch beelden bij en vormen en kleuren. En ja, dat gaat vanzelf. Ontzettend veel materialen waar ik mee werk. Dat komt natuurlijk ook omdat ik lesgeef, hè, want je wilt je leerlingen ook iets bijbrengen. Het heeft voordelen en nadelen. Ik vind de voordelen van veel materialen dat je dan ook veel invalshoeken krijgt en andere manieren van werken en ook andere manieren van kijken ernaar. Mm-hmm. Het nadeel is dat je, als je heel diepgaand onderzoek wilt doen in één materiaal, ja, daar ben ik eigenlijk ook wel te onrustig voor. Wat dat betreft, mijn kinderen zeggen dat ik een beetje ADHD ben en ik geloof dat dat toch wel een beetje waar is. En wat gebruik je dan? Ik ga nu acrylverf gebruiken. Acrylverf is een hele snelle verf waar je heel vlot een schets mee kunt opbouwen. Ik gebruik het ook vaak als ondergrond, ook voor olieverfschilderijen. Mm-hmm. Juist omdat het zo lekker snel werkt en omdat je niet zo lang op de droog hoeft te wachten. Okay. En ik heb hier, die koop ik dan bij de kringloop enzovoorts. En ik heb een hele partij van deze dienbladen op kunnen tikken. Dat is perfect voor een acrylpalet, want dat is altijd een tijdelijk palet. Een olieverfpalet, dat bouw je op en dat worden soms hele bergen met olieverf. Mm-hmm. Maar met acryl wil je het gewoon weer af kunnen halen. Ja. En meestal heb ik per opdracht, zet ik weer een nieuw palet op of per schilderij. En dan aan het eind dan wordt het er afgetrokken, de verf. En dan gaat dat in de versnipperaar. Want dan kan ik weer als structuur gebruiken in een ander schilderij eventueel. Oh, okay. Dus er wordt weinig weggegooid. Goed zo. Ja, hè? Hartstikke goed. Mm-hmm. Nou, verder, zo'n palet wordt gaandeweg. Het schilderen wordt een rommeltje. Dat is nou eenmaal zo. En verder werk ik zelf ook nog graag met pastel. Pastel is een van mijn lievelingsmaterialen. Gecombineerd met houtskool, met aquarel, met inkt. Dus. Seven days are in the week in almost every circumstance. And there's four seasons in the year, so we learn at school. I would never count your chickens when you're dealing with the wind. For many's the wise man fell asleep and wakened up a fool. En hoe profileer jij jezelf naar buiten toe? Want ja, je maakt hier genoeg in het atelier, maar wat doe je er vervolgens mee in de buitenwereld? Op het moment heeft dat komt het een beetje in een stroomversnellingje terecht. En dat wil ik ook wel heel graag. Want ik heb heel lang het gevoel dat ik te veel in de marge aan het rommelen ben geweest. Te weinig naar buiten gekomen ben met mijn werk. En de laatste paar jaar zijn wat dat betreft vrij stil geweest. Dus ik wil eigenlijk weer toegaan naar werken voor een jaarlijkse expositie. En die expositie graag op een beetje een leuke plek. Ik heb nog geen vaste galeries waar ik mijn werk heb hangen of zoiets. Dat kan ook haast niet, omdat ik heel veel in opdracht werk. Dus dat is dus ook weer een handicap daarbij. Dus ik zit op een paar lijnen eigenlijk. Het portretgebeuren blijft belangrijk voor mij. Dat is toch wel mijn boterham, samen met de cursussen. En daarnaast wil ik, mijn passie zijn paarden, dat is gewoon zo, daar kan ik niet omheen, dat zal ik nooit zonder willen. Ik ga me ook meer richten op portretgebied, op het feit dat het uitgelicht wordt en duidelijker naar buiten ook wordt, dat ik mensen die overleden zijn kan schilderen en tekenen. Er komen mensen bij mij terecht die echt al jaren op zoek zijn en overal nul op het request gekregen hebben en dan via dan bij mij terechtkomen. Mm-hmm. Ja, soms zijn er echt schrijnende verhalen bij. Ik denk van jeetje, dat is belangrijk voor het rouwproces van iemand.
Dus als dat wat meer naar buiten duidelijk wordt, hè, dan is dat ook fijner voor die mensen. Dan kunnen ze wat sneller op de goede plek terechtkomen. Er zijn niet veel collega's die dit doen. En die dat willen doen. Dat heeft ook te maken met willen doen, want ja, je bent op een hele andere manier met iemand bezig. Een levend iemand, hè, zoals jij nou tegenover mij zit, dat is totaal anders dan dat je je moet gaan inleven in iemand die al lang dood is. Ja, precies. Dus, en dat die iemand kan een mens zijn, kan een dier zijn. Dieren zijn wel makkelijker overigens. Ja, maar je hebt geen referentiekader buiten die ene foto of wat je ook hebt van die persoon. Nou ja, één foto. Soms, het gebeurt gelukkig niet vaak dat ze maar met één foto aankomen. Ik adviseer ze ook, neem alles mee, desnoods filmpjes en dergelijke. Zodat ik een beetje een idee krijg van iemands karakter, van de persoonlijkheid. Verder ben ik nogal spiritueel, dus ik kan ook op een andere manier contact maken met die persoon. En dat kan ik weer verwerken in mijn portret en dat is altijd wel mooi. Mm. En dan, ik krijg ook regelmatig te horen van die mensen van, het is net of hij er weer is. Hè? Of laatst nog, ik heb een tekening gemaakt van een kennis van ons van zijn overleden vrouw. Nou zegt hij, ze is gewoon weer thuis. En dat is zo heerlijk. Ja, het is wel heel dankbaar werk dan. Ja, het is heel dankbaar werk, ja. Ja. Dus als ik het zo hoor, dan blijf je dit nog een hele tijd doen. Zeker weten, want het is als een soort van een prettige ongeneeslijke ziekte. Als ik het niet met mijn handen zou kunnen doen, dan doe ik het wel met mijn voeten. Of desnoods met een ander lichaamsdeel, maar ik blijf dit om mijn dood toe doen, ja. But I can tell you now, my boys, it's still never came.